De Dag der Migranten is gisteren voor de eerste keer gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. Het doel van deze dag is alle bevolkingsgroepen die in Suriname wonen te accommoderen met een nationale dag. Het thema was dan ook hoe wij hier ook samenkwamen. Henk Herrenberg, voorzitter van de Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaren, bedankte alle groepen die aan de Migrantendag hebben meegewerkt en geparticipeerd. Voor hem is het doel helemaal tot uiting gekomen. Herrenberg benadrukt dat Suriname allerlei nationale dagen heeft. Hij legt daarom uit waarom er een Migrantendag wordt gehouden. Maar op deze dag, in het vervolg, elke 1 september in het jaar hebben we de Dag der Migranten. En in de 21ste eeuw kan je geen land meer opbouwen zonder migranten. Want er komen steeds meer bij. En ik denk dat door 1 dag te organiseren voor de migranten, dus voor allemaal, alle mensen die eens in Suriname zijn gekomen, want ook de inheemse zijn een keer hier naartoe gekomen. En daarna die hele bunch, tot wat we nu hebben, ook Venezolanen, zullen we samen dit land moeten opbouwen. In eenheid en in solidariteit, zoals de president zegt, samen met elkaar. Het podiumprogramma bestond uit een diversiteit van kunst, cultuur en zang. Vice-president Ashwin Adin vindt het spijtig dat het initiatief de afgelopen dagen negatief is afgeschilderd. De zoektocht naar hun identiteit is bij velen nog een grote vraag. Mensen zijn op zoek naar wat ze bindt en niet wat hen scheidt. Vandaar de Dag der Migranten, benadrukte vice-president Adin. Maar de regering is van oordeel dat een speciale dag voor alle nazaten van alle migrantengroepen zeker op zijn plaats is. De commissie stelt het heel mooi. De Dag der Migranten is bedoeld om collectief de diverse culturen die er zijn in ons land te beleven, te vieren en is uitgeroepen ter ere van de gewoonten en gebruiken, culturen, muziek, dans, culinair, kleding en andere cultuurelementen van de diverse migrantengroepen van ons land die Suriname in tijd hebben verrijkt. Deze dag is ongeveer vergelijkbaar met de Immigrants Festival Fiesta Nacional de Emigrante dat voor het eerst in 1979 werd georganiseerd in Argentinië. In Argentinië is er een jaarlijks in een tijdspanne van 2 weken aandacht voor cultuurelementen van landen van herkomst van haar burgers. Tot zover Ashwin Adin, vice-president van Suriname. Hij sprak gisteren tijdens de viering van de Dag der Migranten op het Onafhankelijkheidsplein. Deze dag is voor het eerst gevierd in Suriname en wordt daarom als historisch getypeerd. De Dag der Migranten zal jaarlijks op de eerste zondag in september herdacht worden.